Jongens en hallo. Meisjes. En welkom. Welkom bij de Frankrijk Show. Bonjour, monsieur et madame Masuel. Oh, madame is ook prima. Madame is ook prima. Leuk dat je kijkt naar de Frankrijk Show. Kan zijn dat ieder moment vogels scheidt op de camera of op ons. Oh god, die kan op de camera vallen, ja. Ja, boeien. Er zit hier een vogelnest. Mijn naam is Milan Knol. Je m'appelle Milan Knol. Ja, je m'appelle Don. Oui. Ça va bien. Top, mooi. We zijn in Frankrijk. We hebben gekke drankjes. We hebben hele heerlijk lekkere drankjes. Panaché. Proost. Dit is bier met limonade. Als je naar Frankrijk gaat, neem panaché. In ieder geval, wij hebben hier op dit treetje een hele zoot versnaperingen liggen. Ja, zo. Ja, we hebben gewoon verschillende stokkies. Dingen gevonden in de supermarkt die wij in Nederland niet hebben. Maar in Frankrijk wel. Nou, misschien wel, maar we komen ook weer niet zo vaak in de supermarkt. Dat is waar. Dus maar ik heb ze nog nooit zien liggen. Als zitten we fout, corrigeer ons. Zo niet, kijk en geniet. Ja, en anders... Je moeder. Nou, we gaan beginnen met... Met de... Ik zeg deze. De framboos-koenke. Laten we onze beurt kiezen. Ik kies deze. Oké, is dit goed. Is een Björk Pourré framboise au bon goût de framboise sauce de fibres. Alsjeblieft. Dank u wel. Zit niet wat te ver weg? Misschien moeten we dichterbij. Maar wij dichterbij. Zo beter? Zo, hè? Ja, is prima. Is fijner, hè? Zoiets? Zo goed? Ja. Nou. Proost. Nou, proost. Hoe gaan we dit? Nou ja. Zo. Terwijl ik hier een bijt van neem, vraag ik me af waarom nemen we in godsnaam dit op? We hebben dit op kanalen gezien dat... Vrouwen dit doen en een snoepje uitproberen. Dan dachten we van wij willen ook zo zijn. Dan kunnen wij mannen ook. Je hebt trouwens wat koek aan je neus. Ja, neus. Hij kikt wat scherper in op een gegeven moment. Ja. Eerst is het heel flauw en is het gewoon eigenlijk puur biscuit. Maar je... Met echt een klein tintje. Hoe heet dat nou? Jodenkoek. Ken je nog een jodenkoek? Ja. Dit is een jodenkoek met een framboeslaagje erin. En op het einde krijg je die hele scherpe framboeslaag even door je smoel heen getimmerd. Godbonjour. Niet te veel eten joh, dat is zonde. Zo, nou dat was de brood. Zijn nu voor de visjes. Oh, nee, ja, wat krijg je nou? Oh, er komt een kat, er komt een vogel. Oh shit. Henkie, nou, wil jij ook even in beeld? De meeuw heeft hem opgegeten. Wilt Henkie in beeld? Weet ik niet. Oh ja, pak maar. Ja? We hebben een huiskat. Wij zitten hier in het huisje op ons balkon. Ja, nou, Henkie is bang. Je hebt het alweer verneukt. Ik schoof. Oké. Ja. Fantastisch show. Jij mag nu kiezen. Ik mag nu kiezen. Oké, we hebben ook meerdere chippies. Ik ga wel voor de chips ancienne. Saveur moutarde Lays à l'ancienne. La recette. Dit is een mosterd chips. En dat vonden we al een hele rare combinatie. Neem eens een snufje. Zo! Doe me wel denken aan patatje joppie. Ja, dat wilde ik net zeggen, meteen. Maar bij de tweede snuf toch niet. Dan ruik je nee. Hem echt. Ja, als je even doorruikt, dan ruik je wel echt mosterd. Oké, ik heb er zoveel zin in. Oh god. Ze gaan allemaal stuk nu. Sponsoring, alles. Nee, dan laat dat even duidelijk zijn. Nou. We krijgen geen ene fucking cent hiervoor. Ja. Proost. Proost, man. Ja, je wilde hem breken, hè? Echt waar? Hij is niet lekker. Ik vind dat echt niet lekker. Waarom eet je door? Want dat ik een goed kan. De smaak van mosterd op je tong. Alsof je. Oké, ik neem wel eens op mijn broodje kroket, neem ik wel mosterd, maar dat doe ik altijd met beleid. Ik doe nooit te veel, omdat het zo'n overheersende smaak heeft. En dit is gewoon puur die overheersende smaak van mosterd. Het is gewoon mosterd. Het is gewoon pure mosterdchip. Ik vind mosterd al sowieso niet lekker. Dit voelde alsof je zeg maar je mes in de mosterd deed en gewoon even zo'n smeer deed en gewoon...
dat. Ja, ja, ja. Zo poetsen nou, dat. Die leggen we aan de kant. Een stroep. Geen aanrader. Nee. We gaan dan nu voor batons. Baton. Staat hier in het Frans gaufret, fourré, saveur, gouda. En dan staat erachter in het Nederlands wafeltjes gevuld met goudse kaassmaak, vulling. Kijk, dat is het handige aan Nederland-Frankrijk. Dat zal je merken bij je eigen producten in huis. Die hebben altijd Frans en Nederlandse taal erop staan. Dus op deze manier konden we ook een beetje een keuze maken. Oh, er staat hier wel. De lakere staafjes zijn smakelijke, lichte en knapperige aperitiefkoekjes. Aperitief. Geniet smakelijk van elk staafje. Lekker staafje mik roeren. Oh, wat? Wow, kijk hoe dit verpakt is. Aan elkaar. Ja. Het zit aan elkaar, dus je moet het afbreken. Je hebt even kaasstokjes. Alsjeblieft, man. Dus echt vol, gewoon vol kaas. Oké. Ik heb een stokje. Ja. Nou, godverdomme, wat doe je nou, Dom? Ik heb hem weer door de midden, hoor, dit. Ja, proost. Proost. Ja, dit is kaas. Dit is lekker. Ja? Ik vind het niet lekker. Kan ook komen omdat ik die mosterd nog op mijn mond had. Oh ja. Nou, ik kan me hier wel in vinden dat dit echt een verjaardagsversnapering is. Ja, maar de kaas is wel heel scherp. Als ja, maar in... misschien ook omdat je de drie tegelijkertijd doet, hè? Goh. Het is wel de overtreffende trap van kaas. Dat is dit. Nou, nee, bevalt me wel. Hou je van kaas? Huh? Hou je van kaas? Ja. Nou, zoek hem maar dan. Oké. Okay. Tyfusvogels. Oh, vissers, kijk nou. Het zijn vissen die nu de kaasstokjes opeten. Nou, die krijgen nu even een lekkere snack van goudse kaas. Ik ga wel voor de cheeseburger chippies. Ja. Misschien nog even in beeld laten zien. Lijkt me handig, voordat ik je open kan maken. Is niks gebeurd. Nee, het is gewoon gemaakt van aardappelen, smaky cheeseburger. Ja, het is ook gewoon omdat we bewust waren van, goh, laten we een video opnemen, dat ik deze had aangeraakt. Anders zou ik er zo flink langs lopen. Ja, dit zou ik inderdaad zelf nooit halen. Dat gewoon cheeseburger, moet gewoon cheeseburger zijn en het moet niet worden verwerkt in chips. Nee, nou, maar misschien is het toch nog een fijne, alsjeblieft. Moet je kijken hoe zoutig het daarbinnen is. Ja, dat zie ik inderdaad, ja. Ruik. Ik kan de... Ik kan hem niet plaatsen. Ik ook niet. Nou. Geen idee. Cheers. Proost. Oh, waarom is het zo vies? Nee. Niet doen. Niet doen, Frankrijk. Weg ermee. Wat een bende. Godverdamme. Jongen, dat verzin je toch ook wel niet. Ik doe het papiertje erbij, hier gaan we niet meer aan zitten. Wel handig zo'n balkon, moet ik zeggen. Ja, we wilden pers in huis met het balkon, nou, dat is de reden waarom. Ja, deze. Ja, dat is... Dit lijkt me wel wat. Dit is rotti. Kippenrotti. Ja. Rotti kippen. Kippenchips. Een chippie van een kippie. Ja. Kimpie shimpie. Een kimpie in een shimpie. Dat is dit gewoon. Nou, lekker bezig. Kippie, shippie. Ja, ik... Dat boeit echt geen ene reet. Nee? Wat een Henkie, je bent er weer. Kom eens hier, Henkie. Hey, dat is de poes. Dankjewel, Henkie. Kijk nou, dit is Henkie. Wil je anders ook even wat proberen, Henkie? De kat met teken en alles. Ja. Hier, dit mag wel een stukje kaas. Nee, hij is weer opgerold. Oh. Mijn hele trui. God, gloeiende touwtyfus. Ik ben over rotti. Ja. Komt hij dan? Ik ga even mijn handen wassen. Sorry, ik ben nog niet klaar. Ja, anders heb ik gekke... Reken we even. Nou. Are you ready? Nee. Top. Nee. Het is niet zeg maar kokhals waardig, maar het is niet zoiets wat ik zit van, goh, ik heb nou echt trek in kipchips. Ik zou zeggen een soort gekruide kip. Ken je zo'n kip die letterlijk hier op de voorkant staat? Letterlijk die kip. Ja, dat is met die kruiden eroverheen. Ja. En dan geef je een lik over dat vel. En dat is de smaak. Het is ja, dat inderdaad is de smaak. Dat kippenhuid. Vel. Ja. Zo, wow. Goed gedaan. De smaak goed omschreven.
Zal ik dan weer even iets kiezen? Ja. Carrefour, bio, golfer, omloop. Dan wil je maar even kijken. Carrefour, dat is een supermarkt. Ja, dat is de supermarkt inderdaad. Ja. Dus het is gewoon een thuismerk daarvan. Het zijn Gaffer Amiel. En je denkt misschien vanaf... Nee, dat staat er. Amiel. En je denkt misschien in eerste instantie door het plaatje van... dat zijn gewoon stroopwafels. Dat zijn honingwafels. Ja. En dat was ook een beetje... Is dat hoe dichtbij jij gaat laten zien? Ja. Nou, dat zijn honingwafels als je dacht... Hè, dat lijkt wel stroopwafels. Nee, dat is honing. En dat is de achterkant van honing. Ja, dat boeit geen ene reet. Dat boeit echt wel geen rol. Cheers. Proost. Man. Fuck yeah. Ik vind hem niet echt vies of zo. Ik vind hem lekker. Kijk, dit is nou lekker. Maar? Mix hem maar hoor. In je vergelijking. Fuck, niet lekker ja. Fuck. Goeie, je mag er een kiezen. Nou. Ja, Pringles. Zo, wat ben ik benieuwd naar Pringles. Pringles, tortilla, chips. Nou, ja, Pringles, tortilla, heel vanzelfsprekend. Een combinatie. Ja, heet shit. Leuk. Dit is de achterkant, mocht je willen lezen. Nou, het is allemaal saai lezen. Ja, we zagen een hele rare vogel. Kijk eens. Nou, proost. We gaan helemaal niet... Oh, het ruikt naar tortilla. Oh. Ja. Ja, dit hebben we in Nederland. Dit is exact hoe ik tortilla chips inbeeld. Ja, ja. Ik ken er nog één. Ik heb gewoon trek met de rest. Zullen we het weer gewoon doen. Nou, ja, genoeg, deze, deze houden we. Deze houden we. Ik ga wat uitkiezen. Jij moet kiezen. Ja, ik ga... Wat zijn dit? Sundies. Dit zijn een soort van graankoekjes of zo. Ja, die hebben we in de koelkast bewaard, want het is chocola. Chocola. Haal nu Sundie. Lekker reepie, lekker graantje, lekker chocolaatje. Dit boeit ook. Nou, doe maar openmaken, Don. Ja, ik ben wel benieuwd. Dank u. Al Sundie. Oh, maar. Dat ruikt lekker. Oh ja, jezus. Oké, okay, ik neem een hap. Proost. Maar hoe ruikt het? Lekker. Lekker. Top, proost. Nou, we weten genoeg. Hij is een beetje hard. Breed mijn tanden, joh. Hij is heel hard. Knapperig. Chocola is dominant. Chocola is puur. Pure chocola. Ja, maar dat is prima bij dit. Ja, normaal vind ik puur echt niet lekker. Nee, maar ik denk dat als je melkchocolade hierbij zou doen, zou het te zwak zijn. Ja, dat is lekker. Nou, is prima te doen. Goedkeuring. Lekker bezig, Sundy. Oké, okay, je mag. Mosterd. En augurk. En we hebben al deze zagen wel liggen en we kijken er al de hele tijd tegenop. Ja, dit is toch niet te geloven dat je dit bedenkt. Maar die andere mosterd, dat was zeg maar al een beetje de voorstap. Dat was alleen mosterd. Misschien dat augurk hem dan weer omdraait. Oh. Ik krijg nu al rillingen. Augurk vind ik al niet lekker. En ik vind mosterd ook niet lekker. Dus dit is voor mij... Augurk is er wel lekker. Nee, ik vind ze allebei echt niet lekker. Oh, maar de kleur is beter. Oh ja, het is wat geler. Het is helemaal geel. Oh, de... Geur? De geur is ook patatje joppie. Ja, jezus. Dit is patatje joppie geur. Alsjeblieft laat het smaken naar patatje joppie. Oké, okay. Proost. Ik neem niet een hele... Dit is patatje joppie. Herken je uit duizenden. Merk je het? Nee? Ja. Ik proef wel nog een beetje mosterd, maar ik vind het niet lekker. Denk eens even na. Het is gewoon een marketing truc. Patatje joppie is een Nederlands dingetje. Joppie saus. De voorkant. Kijk eens dat potje. Ziet er verdacht veel uit als joppie saus. Ja. Maar joppie... verkoopt niet in het buitenland, dus daar moeten ze daar een andere naam voor hebben. Dus dit is gewoon patatje joppie onder een andere naam. Je hebt gelijk. Lees, we hebben je marketing door. Ja, goed gedaan. Betaal ons nu en dan zullen we het niet verklappen. Het is nu al te laat. Ja. Bonjour. Drie hele knappe dames. Meer vrouwen, maar... Nou. Leuk. Proost. Top. Er zijn nog twee opties over. Ja.
een Mikado chocolade stokkie en een top. Ik heb niet veel keuze. Het is chips. Zo, prachtige paarse verpakking. Waarschijnlijk is de video twee tinten donkerder dan dat waar we mee begonnen, maar... Nee. Oh, naturel. Het is gewoon naturel. Nee man, dit is toch scherper dan naturel? Naturel. Ja, hij kwam heel gek op me in ieder geval. Proost. Proost. Oh wacht, even wachten hoor, die fucking pebblekous hier zo. Jij zegt naturel, ik zeg iets anders. Is iets anders. Zo. Het is geen naturel dit. Ik dacht eerst cheese onion. En toen dacht ik, nee, dit is alleen ui. Hij is heel scherp. En toen dacht ik, ik heb geen idee, deze smaak nog nooit geproefd. Het is vinegar. Want het is heel scherp op de achter ja, heel doordringend, scherp. Achter in je keel. Nou, dat was dat. Ik vind hem niks. Optieven erbij. Ik ook niet. Frankrijk, je mag hem houden. Mikado. Ja, Lu, chocolade stokkies. Staat heel, op chocola au lait. Melkchocolade. Ja. Chocola au lait. Olé, olé. Dit is heel leuk, want het is Mikado natuurlijk. Ja. En daarom heb ik deze eigenlijk gepakt. Ik bedoel, stokjes, chocola. Het kan eigenlijk bijna niet vies zijn. Dat kan bijna niet fout zijn. Maar dat het spelletje Mikado ervan wordt gemaakt, dat vond ik extra leuk. En toen dacht ik, van daar moet je mee eindigen, joh. Want dat spelletje Mikado, weet je hoe dat gaat, John Don? Nou, als ik op de verpakking kijk, wordt er een soort tipi tent gemaakt van stokjes. Ja, zo werkt het ook. Ja. Let op. Kijk, dat gaat officieel zo. Je pakt er een hele lading uit. Ja, je hebt er al gelijk in gebroken, daar gaat de stok. Maakt niet uit. Je legt ze zo neer op tafel. Ja. Yeah. Zo, allemaal door elkaar heen. Zo. Ja. Yeah. En dan moet je ze loslaten. Ja. Yeah. En dan moet je de bovenste pakken en dan mag niks anders bewegen. Ja, superleuk hè? Okay. Nou, dus alles wat los is, ons de beurt. Ik heb deze al gepakt, ja, die ligt los. Nee, pak en nu jij. Ja, dan kunnen we eten. Cheers. Dat is toch leuk bedacht? Pak er eens één uit. Bewoog. Oh kut, hij bewoog. Ja, dankjewel, die rolde er vanaf. Ja, shit. Oh, wacht hier, deze. Bewoog. God, nou, daarmee sluiten we af. Check onze kanaal in de beschrijving. Of gewoon abonneren op dit kanaal, mag ook. Wil je dit vaker zien? Nee, niet doen. Zeg dan, ga naar Spanje toe en eet daar even een paar chocolade stokjes. Ja, goed idee. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nee. Bye.